Als je uit richting Ouderkerk komt per boot, dan hij heeft de Amsterdam-Grootse wijdheid. Die wordt bij de Rozenoordbrug abrupt afgebroken. En vervolgens heb je een terrein met aan de linkerkant begraafplaats Zorgvliet en aan de rechterkant het Oeverbos. Je begint in de stad te komen, maar je bent er nog net niet helemaal. Een rivier is ook heel nadrukkelijk poëzie. J.C. Bloem, weet ik wel, je noemt het maar, die schrijven over de Amstel. Een prachtig gedicht. En je ziet het voor je, wat er gebeurt. En dat is iets wat door kan gaan. Iets wat ik heel mooi vind, hè, dat je door dit soort tunnels loopt. Iedereen die hier ook recreëert, hoeveel joggers en fietsers en wandelaars er niet zijn, die of hè, besluiten dan bij ons langs te lopen, maar misschien ietsje meer daar, maar dan genieten ze ook van het bos. Het bos is in die zin zeer openbaar. Hier komen de bomen hè, zo heel erg naar elkaar toe. Hè, ik heb het altijd, omdat ik elke dag, hè, daar bij Ouderkerk is mijn atelier, en ik fiets dus elke dag dit stuk en ik heb altijd het gevoel van dit is een soort welkomstboog. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat willekeurige mensen die zo vanuit de stad komen, dat eigenlijk ook ervaren van zo dicht hè, bij de Rijnstraat en dat je dan echt in iets heel anders terecht bent gekomen. Is dit van iedereen? Ja. Bos, ja. We komen best wel vaak komen er gewoon mensen en die zitten hier dan op de schommel of ze lopen hier doorheen gewoon. Soms zie ik ze ook wel als sommige mensen die ik niet ken gewoon even in het bos spelen. Of bramen plukken daar verderop. En noten plukken in september bij de boom, van die walnoten. Maar ja, dat zegt elk jaar zijn er heel veel mensen. Waar wonen jullie? Ik woon in Diemen. En ik woon in Noord. Ik heb ook een mooie staan. Kijk, je ziet hem daar staan. Ja, kijk. Komen jullie hier vaker? Ja? Ja, heel vaak. Daarheen. Kijk, daar is de omgevallen boom. Daar kun je daaronder. Daar konden we helemaal doorlopen onder die boom door. Maar, oh! Die! Ja, ik snapte het niet. Nou, jij bent wat kleiner, hè, dus dat gaat wat makkelijker. Zo. Nou, verder ga ik niet. Boah, hij is al behoorlijk groot geworden. Wauw, waarom heb je dat gedaan? Nou, gewoon een vermaakje. Ja, wat is te doen? Het is ook leuk om er gewoon aan te werken. En je kan vanaf hier ook, dat deden vroeger nog wel mensen bespioneren. Ja, inderdaad. Er ging... ja. Maar kinderen hoef je dus nooit iets voor te doen, want hutten bouwen, we zijn Neandertaler met z'n allen genoeg om altijd wel de weg te vinden naar een hut. Schoolkinderen, die kwamen mee in grote groepen en er waren weken in het voorjaar dat de kinderen dan met z'n allen helemaal zelfsupporting waren in hun hutten. Ik weet wel dat je daarachter was die appelboom waar we altijd in klommen. Wat, was dat het leukste wat jullie deden toen je jong was? Een boom met bouwen? Ja, wel echt wel, ja. Ja, we hebben niet echt veel andere dingen gedaan in het bos. Nee. Gewoon over voetballen. Ja, voetballen en dan gewoon allemaal avonturen spelen. Als je dan een film had gezien of zo, ging je dat naspelen. Ja. Mira komt uit kinderboerderij van Ganzenhoeven uit de Bijlmermeer. Wie zorgt u dan voor die geitjes? Heel grappig, want met de lichtplaat hoort de geiten. In ieder geval degene die onze lichtplaat heeft gehad voor ons, die heeft ze geërfd van degene voor hem. Die begonnen was met een soort geitenboerderij. En wie komen hier überhaupt zoal? Ach. We hebben hier mensen die voorbij lopen, rennen met hun honden. De kinderen uit de kinderen die hier wonen, de kinderen uit de buurt, de kinderen van de volkstuin. Ja, uit de volkstuintjes. Gewoon, en de kinderen vinden het enig om de geiten te voeren of een ei mee te nemen. En vooral als we hier zijn en net een ei zijn onder een kip. En, ze kunnen hier nog lekker natuurlijk spelen. Hup. Er wordt hier niks weggegooid. En bent u nu blij dat het bos is? Ja, ik ben zo blij dat het er is. Ja, je hebt een stuk
ja, echt natuur nog. En toen de kinderen klein waren, dan gingen we altijd dwars door het bos en dan maakten we onze eigen paadjes. Dit is een natuurgebiedje wat onderhouden wordt door het Noord-Hollands Landschapbeheer. En die maaien in fasering. Dan krijg je dus een hele verscheidenheid van vegetatie. Daarachter zijn heel veel springbalsemien. Het is een heel mooi weidje. De springbalsemien is daar gekomen door Jan Wolkers. Vindt u dit ook een speciale plek? Nou, kijk, als je voor mensen vanuit de stad kijkt, zijn wat luiere mensen dan. Het eerste veldje waar je kunt zitten, dat is richting Ouderkerk. En dat is voor veel mensen te ver. Ja, is goed. Ik ben hier keeper. En wat ik hoorde is dat ook s'avonds dan zitten hier mensen of te barbecue of te spelen. Want er kan hier niks gebeuren. De Amstel meandert. Hè? Dat is namelijk het natuurlijke wat er gebeurt. En ingrepen, daar zit nog de natuur, nog mensen op te wachten. Hè? Dat zijn bijna altijd verslechteringen. Want juist naar een rivier toe, juist naar een bos toe, moet je kijken wat er zo in de loop van de tijd groeit.